De komende maanden is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te gast in de wijk Tuinzicht in Breda. Een sociale volksbuurt waar mensen lang blijven wonen. Woningcorporatie Wonen Breeburg past daar het politiekeurmerk Veilig Wonen toe tijdens het groot onderhoud van de woningen in deze wijk. Het eerste gesprek ga ik voeren met vestigingsdirecteur Franklin van Roon hier aan de overkant. Kunt u iets over uw woningcorporatie vertellen? Ja, we zijn woningcorporatie gevestigd in Breda en ook in Tilburg. We hebben ongeveer 30.000 verhuureenheden, woningen, appartementen en commerciële ruimte. In Breda ongeveer 9.000. En we verhuren en ontwikkelen met name voor de onderkant van de samenleving. We hebben ongeveer van onze 9.000 woningen, ongeveer 85% hebben dat politiekeurmerk hebben we al. Wij vinden eigenlijk dat erbij hoort. En wij zien eigenlijk niet de moeilijkheid om het te doen. Sterker nog, wij vinden het eigenlijk een noodzaak om het te doen. En zullen dat ook blijven doen, ook in de toekomst. U moet dan ook vast en zeker een gevoel hebben dat het ook een effectief instrument is. Wij spreken veel mensen uit de wijk, ook commissies in de wijk. Onze woonconsulenten, huismeesters, onze oren en ogen in de wijk hebben veel contact met die bewoners. En daar horen we hele goede geluiden van. Wanneer dit project afgerond is over een aantal maanden, wat verwacht u dan dat de grootste resultaten zullen zijn voor deze wijk met deze bewoners? Ja, twee dingen denk ik. A, dat mensen zich ook daadwerkelijk veiliger gaan voelen. Hè? Dus ook in hun beleving. Hè? Dus niet dat ze slechts zeggen, joh, nou, werkt het wel of werkt niet. Mensen moeten zich echt veiliger voelen. En ten tweede zul je het ook moeten gaan merken in het aantal inbraken. En daar zullen we eens even naar gaan kijken op welke manier we dat kunnen monitoren. Wij gaan de komende periode de wijk Tuinzicht in. Wij gaan de bewoners en de wijk leren kennen. En we zijn heel erg benieuwd wat we gaan aantreffen. Hi Edwin, goed dat ik je gevonden heb. Lilian Tiemann. Goeiedag, Edwin Knipscheer. En ik zie dat je de helm voor me klaar hebt. Ja, dus, voor de veiligheid. Hartstikke goed, zet ik hem op. Zullen we een kijkje gaan nemen? Ja, doen we. Nou, we zijn hier groot onderhoud aan het plegen in deze wijk. Dat betekent dat je in één keer een hele hoop woningen aanpakt. Groot onderhoud, de nieuwe kozijnen brengen met veilig hang- en sluitwerk. We knappen de woningen binnen op, badkamers, keukens, toiletten. En zo knappen we de woningen weer voor een aantal jaren, vaak 20, 30 jaar op voor een lange levensduur. We staan hier nu bij de nieuwe achterdeurkozijn die we toegepast hebben in deze woning. Hierin zit onder meer veiligheidsbeslag in, een nieuw slot, driepuntsluiting, veiligheidsglas in de achterdeur en in de stijlen worden sluitkommen geplaatst die tegen inbrekers zijn, dus waardoor het moeilijk is om een achterdeur open te breken. Dus nadat jij klaar bent, krijgen mensen het certificaat politiekeurmerk veilige woning en kunnen ze hun woning met een gerust gevoel achterlaten. Ja, dat is wel de bedoeling. Hi, Roger Timmer. Hallo. Leuk dat je even wilde komen. Jij bent hier als expert van goedgekeurde producten, ingehuurd door de corporatie Wonen Breeburg. Want ja, hier liggen producten die later nog in de woning moeten komen. En jij weet daar alles van. Kun je misschien over een aantal kort wat uitleg geven? Ja, wil ik graag doen, Jan. We hebben hier een hele mooie lamp. Het politiekeurmerk zegt dat bij elke toegangsdeur van een woning dat er verlichting moet zijn. En met name ook bij de voordeur, omdat de bewoner moet kunnen zien, als er 's avonds aangebeld wordt, wie er voor de deur staat. Dus deze lampen worden bij al deze woningen aan de voorzijde mooi gemonteerd. We hebben hier een stuk veiligheidsbeslag. Dit komt dan toevallig op de voordeur. Hier zit een slotcilinder in en dat beslag zorgt ervoor dat een crimineel niet langs de voorzijde de cilinder uit de deur kan breken. Dat is allemaal goedgekeurd materiaal. Datzelfde hebben we ook voor een achterdeur. En we hebben hier een raamboom. Dat is een heel specifiek product om ramen af te sluiten. Wat heel belangrijk is met die dingen is dat er een sleutel afsluitbaar is. En dat de bewoner ook naderhand het sleuteltje eraf haalt. We zien te veel de sleuteltjes blijven zitten in zo'n situatie. Oké, dat is meteen een goede tip. Dus bewoners denken dat ze een goed slot hebben, maar laten de sleutel erin zitten en dan is het voor criminelen even goed nog heel makkelijk om in te kunnen breken. Ja. En dan zie ik nog iets interessants liggen. We hebben als laatste nog een rookmelder liggen, een verplichte eis binnen het politiekeurmerk Veilig Wonen. Rookmelder gemonteerd op elke verdieping van de woning, begaande grond tot en met de zolder. Die zorgt dat de bewoner op tijd wakker gemaakt wordt als er brand zou ontstaan. En die rookmelder is erin gekomen met name omdat we ten opzichte van vroeger een beter beveiligde woning hebben. Je hebt dus meer tijd nodig om de veilige woning te verlaten. En daarna willen we dat bewoners op tijd wakker gemaakt worden. Helder verhaal. Dankjewel, Roger. Graag gedaan, Lilian.
Lilian is uitgenodigd door Henny Akkerman, die al 31 jaar met plezier in Tuinzicht woont. De nieuwe beveiligingsmaatregelen in zijn woning vindt hij erg belangrijk, want er wordt wel in de wijk ingebroken. Henny, inmiddels ben ik aangeland bij jou aan de keukentafel hier in de Wilgestraat. Voor jou en je vrouw de komende tijd een spannende tijd, want jouw woning is onderdeel van het groot onderhoud van de corporatie van Wonen Breeburg. Wat weet je er al van? Nou, ik heb zo gehoord en brochures gehad van dat we nieuwe ramen kregen, nieuwe deuren, dakraam, nieuwe koepel. Denkt u dat u zich daarna veiliger voelt? Ja, ik voel me daarna wel veiliger, ja. Wat doet u als bewoner zelf om u veiliger in de woning te voelen? Nou, ik heb voor aan die voordeur, want dat is nou enkel glas, en daar heb ik eigenlijk een rek voor gezet. En de onderkant, die heb ik helemaal betimmerd. Dus die raam ben ik kwijt eronder. Want op verschillende adressen, dat ze van de onderkant, dat ze naar binnen kwamen. Achter heb ik rolluiken hangen en die doe ik s'avonds altijd dicht. Stel, ja. U heeft vragen tijdens het groot onderhoud. Weet u dan bij wie u terecht kunt? Ja, dat weet ik, ja. Want aan de overkant bij mij is een kijkwoning. En daar zitten de heren, dus ik ben daar zo binnengebed. Ik hoop dat u er niet heel veel gebruik van hoeft te maken, nee, dat het allemaal duidelijk is. Ja. Maar het is wel een fijn idee dat ze in de buurt zitten. Dat is ook. Oké, dank u wel. Vandaag zagen we hoe het project Groot Onderhoud is opgestart hier in de wijk Tuinzicht. We spraken met vestigingsdirecteur van woningcorporatie Wonen Breeburg en maakten kennis met de uitvoerder. Volgende keer spreken we met de wethouder over veiligheid in de stad Breda. En projectleider Feiko neemt ons mee door de wijk. Tot de volgende keer.